Beste Eeklenaars, het stadsbestuur Eeklo heeft gekozen om een burgerpanel samen te stellen die een niet-bindend advies zal formuleren in zaken de gemeentelijke fusies. Met wie fusioneert Eeklo het best of wie zijn de partners voor een huwelijk met de stad Eeklo? Om degenen die niet geselecteerd zijn in het burgerpanel toch de kans te geven op de hoogte te blijven, maakten wij van de gelegenheid gebruik om de video van de commissie gemeentelijke fusies online te zetten. Bekijk ze en maak je oordeel. Ja, goedenavond iedereen. We gaan van start. Welkom aan alle leden van deze gemeenteraadscommissie. Welkom ook aan burgemeester en de aanwezige schepenen. Ook de andere gemeenteraadsleden welkom. En degenen die thuis volgen uiteraard. Van de ambtenaren, de algemeen directeur, welkom. En onze spreker van vanavond, Bart van Herk, senior expert bij IDEA Consult. Hè. Zijn voor vanavond verontschuldigd schepen Hilde Lampaert en schepen Platink. En de raadsleden Isaura Kalsijn en Marieke van den Bulken. Maar Marieke volgt online mee. Ah, en Matthias Blankaert, ja. Het gaat vanavond over de verschillende fusiescenario's en ik geef het inleidend woord daarvoor aan de burgemeester. Alsjeblieft. Ja, dank u wel, collega's allemaal. Welkom op deze commissie. Inderdaad, het fusieverhaal. We hebben een studie besteld bij de firma IDEA Consult. Ik ben blij dat ook de vertegenwoordiger hier vanavond de toelichting doet. Het is een verhaal die eigenlijk al heel lang speelt, niet alleen in Eeklo, maar ook in vele andere gemeenten. We worden dit, of nog deze keer, vanuit de Vlaamse regering ook budgetair ondersteund wanneer er een vrijwillige fusie zou komen. Waarvan ook gezegd wordt dat dit in de komende legislatuur niet meer zal van toepassing zijn en dat we dan tot verplichte fusies zullen gaan. Maar we vonden het belangrijk om een studie te laten doen, om af te wegen wat de voordelen, de nadelen, de sterktes, de zwaktes en dergelijke meer zijn van een stad en van een gemeente, om zo tot de gesprekken te kunnen overgaan. Want we stellen ook wel vast, wanneer die studies en die cijfers bekendgemaakt worden of gepresenteerd worden, dat er toch een aantal opvallende beelden of opvallende cijfers zijn. Fusie, iedereen is er de mond van vol. Maar de gesprekken die we daarover voeren zijn toch niet zo op een heel, gaan toch niet zo heel vlot en zijn toch ook heel gevoelig. En ik kan dat toch ook maar. We hebben dus vanuit de stad Eeklo en vanuit het Schepencollege een projectgroep samengesteld met de samenstelling van de drie bestuurspartijen die dan de verkennende gesprekken gaan voeren met de omliggende gemeenten. En de studie die daarvoor is opgemaakt, dient als leidraad voor die gesprekken. Ik zeg, het is een delicate oefening. Het is ook een emotionele keuze. Het zal uiteraard een politieke, maar ook vooral een emotionele keuze moeten zijn. De gemeenten die in het verleden al gefusioneerd zeggen dat allemaal ook, dat het een zeer emotionele keuze is. Het moet een heel degelijke keuze zijn, een belangrijke keuze, maar het moet vooral de toekomst van de gemeenten verbeteren, de bestuurskracht versterken. En het is, ik denk, nu echt wel de gelegenheid en het moment om tot fusies over te gaan, omwille van de onder andere financiële ondersteuning, maar vooral de bestuurskracht die dit met zich zal meebrengen. Dus ik ben blij dat jullie hier vandaag aanwezig zijn om die lang verwachte studieresultaten te kunnen aanhoren van Bart van Herken. Ik geef hem dan ook graag het woord. Ja, Bart, alsjeblieft. Ja, op die knop duwen. Ja, oké. Ja. Voilà, voorzitter, burgemeester, schepenen en raadsleden. Fijn hier voor de tweede keer te zijn, hè, want de meeste mensen hebben al eens de bestuurskrachtmeting. En die hebben toegelicht waarin we eigenlijk enkel naar de stad Eeklo gekeken hebben. En ons afgevraagd, ja, heeft Eeklo uitdagingen, welke sterkte heeft Eeklo om eventueel in te brengen in een fusie. En dat was zeker onze conclusie, dat de schaal toch misschien een aantal uitdagingen betekenisvol zou kunnen zijn, ook voor Eeklo, om nog wat extra kracht te halen. Die fusieverkenning moet effectief. Hè. U ziet dat de Eeklo daar al op de frontpagina, hè. Die moeten natuurlijk beter van worden. Er zijn heel wat scenario's, dus theoretisch kunt je er misschien zelfs tientallen
Het is zoals de burgemeester zegt, zal veel afhangen natuurlijk van wie rond jullie bereid is om daar gesprekken aan te gaan. En evenzeer meent dat die coalitie met Eeklo meerwaarde brengt. Hè. Fijn, IDEA kennen jullie. We zijn al in heel wat studietrajecten en fusietrajecten betrokken. Het bureau dat hij, denk ik, in Vlaanderen nu het meeste integraties en fusies begeleidt, ver weg. Tongeren-Borgloon is zo'n voorbeeld. Maar evengoed kortbij. Dus in Wachtenbeek-Locristi zijn nu eigenlijk ook die integratie, want daar is die beslissing tot fusie genomen. En komt het nu op aan om dat voor te bereiden richting, ja goed, 25. Fijn dat we dit onderzoek ook in buurgemeenten hebben gedaan. Ook dat is jullie bekend. Dus Celzaten, Assenede en ook Sint-Lorijns hebben eigenlijk de soortgelijke oefening gemaakt. Die scenario's zijn daarom niet dezelfde natuurlijk. Hè. Dus elke studie die we doen wordt bekeken vanuit het perspectief van de stad of de gemeente waarvoor we werken. In dit geval is dat Eeklo. Als je die rapporten naast elkaar legt, zie je dat die misschien in de vorm wel wat gelijkenissen hebben, maar naar inhoud toe telkens toch wat verschillend. Dit is interessant om te weten, als we het straks over financiële voordelen van fusie hebben, dat eigenlijk de Vlaamse regering een fusiebonus voorziet. Dat betekent eenmalig. Hè. Dat krijg je ene keer, die cadeau. En die is groter naar gelang de schaal van de gemeente, de nieuwe gemeente die eigenlijk ontstaat. Hè. Dus voor Eeklo, als je zegt we gaan een fusie aan met Sint-Lorijns, dan blijf je een beetje in die onderste categorieën hangen. Hè. Dan gaat het spreken over 300.000 of 400.000 euro. Heb je natuurlijk grotere fusies, dan zit je aan het maximum van 500.000 euro per inwoner. Hè. We hebben telkens eigenlijk bij de scenario's dat ook toe. 500, denk ik. 500 per inwoner, sorry. Ja, ja. Ah ja. Anders zou de buurgemeente rap mee zijn, denk ik. Ja. Het zou natuurlijk helpen, maar spijtig genoeg. Dus 500 euro per inwoner, maar per scenario hebben we natuurlijk ook bekeken. Wat betekent dat? Je gaat straks zien dat er eigenlijk nog een tweede financiële voordeel is bij fusie met Eeklo, maar ik kom daar straks op terug. U heeft nog even tijd, hoewel een fusie heeft natuurlijk ook wel de nodige voorbereiding. Eigenlijk beginnen we nu toch stilaan te zeggen aan gemeenten die ons uitnodigen om hier iets te komen over vertellen. Ja, beter niet te lang meer wachten. En als je nog bent beslist, doe dat in het najaar. Zodanig dat dan theoretisch nog 2 jaar blijft, maar dat laatste jaar is natuurlijk een verkiezingsjaar. Dus aan gemeenten is nu wel het moment. En ik moet eerlijk zeggen, er zijn op verschillende plaatsen nu nog altijd nieuwe vragen die opduiken. Dus men begint eigenlijk ook wel stilaan te zien. Als we het nog willen doen, gaat het nu wel moeten gebeuren. Dus ook voor jullie, ik denk, als je partners vindt voor een fusie, dat het toch wel in het najaar principieel best wordt beklonken. En dan kun je eigenlijk nog de komende 2 jaar de zaak in elkaar steken. Wat hebben we gedaan bij die fusieverkenning? Je ziet daar 7 punten staan. Eigenlijk op elk van die punten hebben we naar de buurgemeente gekeken. Wat zijn de kenmerken van bijvoorbeeld Kappenrijk? Of wat zijn de kenmerken van Maldegem? Of wat zijn de kenmerken van Lievegem? Enzovoort. Om dan te zien natuurlijk, achteraf in die scenario's, zit dan een match of is dat een tang op een varken? Dus dat helpt ons. 2, hoe zit het bestuur in elkaar? Hoe zit je georganiseerd? Ook de politieke samenstelling is daar onderdeel van natuurlijk. 3, bewonersstromen is voor ons een van de belangrijkste zaken eigenlijk in een fusie mee te nemen. Als bewoners zich bij wijze van spreken van Kappenrijk allemaal richting Gent zouden wegen en niet richting Eeklo, dan vertelt dat wel iets, hè. En eigenlijk als bestuur, als je gaat fuseren, dan moet je toch ergens die stroom van inwoners, hè. We hebben gedacht, daar gaat het over, hè. Die inwoners dienen. Dus als we dan zien dat alle kinderen van Kappenrijk in Eeklo school lopen, dan is er natuurlijk wel een relatie, hè. En die kun je als bestuur niet negeren. Als je in de andere richting kijkt, dan gaat je eigenlijk niet fuseren voor je inwoners, maar om andere redenen. Dus voor ons is dat een bijzonder belangrijke, eigenlijk die in 3. 4 is eigenlijk ook een belangrijke. Op welke manier zijt je nu al verbonden met andere gemeenten? Jullie hebben een politiezone met Sint-Lorijns en met Kappenrijken. Maar goed, daar wordt al lang samengewerkt. Een eerste lijnzone is ook intensief samengewerkt rond vaccinatiecentrum. Dus je hebt eigenlijk al traditie opgebouwd met elkaar. En als je daar tevreden over bent, helpt dat natuurlijk of maakt dat makkelijker dan met bestuur die nog heel vreemd zijn aan Eeklo. We hebben ook gevraagd naar beleidsvisie.
in een survey die we bij elk van de besturen deden. Ja, dan ook het draagvlak voor fusie. Is er bereidheid om bijvoorbeeld het gesprek met de ECLO aan te gaan? En dan de financiën. Hoe zit het met de financiële situatie in elk van de gemeenten? Dat zijn de 7 dingen die we in cijfers hebben gevat. Ik ga dat misschien niet allemaal in detail, want ik neem aan dat je die presentatie ook wel allemaal krijgt. Hè. De presentatie is deze namiddag op iBabs gezet. Dus, voilà. Ja. Want er zitten daar heel veel data in en dat is eigenlijk wel heel interessant. En zelfs alleen nog maar voor ECLO. Zelfs al doet je nu geen fusie, of komt het nooit tot een fusie, je leert eigenlijk iets over je eigen gemeente omwille van die vergelijking met andere gemeenten. Je plot, ouch, hè. Dat inkomensniveau is bij ons toch heel anders dan bij de buren. Of die werkloosheid is heel anders. Dus in die zin is die vergelijking op zichzelf eigenlijk ook wel heel interessant. Voilà, ik ga er even door. Je ziet bijvoorbeeld kenmerken op vlak van demografie. Zijn er ook kleurtjes toegekend aan die verschillende hokjes? Als je een geel kleur ziet, betekent dat dat een gemeente is die voor die waarde, of voor die kolom, vrij ver van ECLO afzit. Je zult hier bijvoorbeeld zien, als je het hebt over aantal inwoners, een blauw hokje, in dit geval Maldegem, is een gemeente die qua inwonersaantal dicht bij ECLO aanleunt. En als je dan kijkt naar de bevolkingsdichtheid, gaat Sint-Laurens geel kleuren, dat dat bij uitstek landelijk is en ECLO stedelijk. Dus daar zie je dat contrast het grootst. En zo zie je in elke kolom natuurlijk dat die gemeenten op die kenmerken een stuk van elkaar verschillen. Maar goed, dat landelijke, eigenlijk bij de buurgemeenten, en zeker in het noorden, springt hier zeker wel wat uit. Je ziet ook op vlak van welzijn en welvaart. ECLO heeft niet altijd zo'n denderende scores op kansarmoede enzovoort. Maar als je dan kijkt onderaan naar Zelzaten bijvoorbeeld, dan heeft men vaak nog een grotere uitdaging in Zelzaten. Dus als het een troost mag zijn... In het meetjesland zijn er nog wel leerlingen die een flinke inhaalbeweging moeten maken. Maar ook ECLO, op vlak van welvaarts- en welzijnsindicatoren, heeft zeker iets bij te benen ten opzichte van gemiddelde cijfers in Vlaanderen. Op vlak van wonen en omgeving, je ziet hier terug die verstedelijking van ECLO. Je ziet bebouwde oppervlakte 24%. Dat ligt dicht bij Zelzaten, omdat dat... hier in die vergelijking de enige meer stedelijke kern was naast ECLO. Op andere cijfers ziet je ook weer dat Zelzaten, spijtig genoeg, eigenlijk soms ook nog lager scoort als het gaat over vertrouwen. Vertrouwen, sociaal weefsel ook. Is ECLO eigenlijk, als je het met de meetjeslandse gemeente of hier in het noorden bekijkt, vaak wat lagere scoren, dus minder goed. Maar als je het met Zelzaten bijvoorbeeld vergelijkt met een stad eigenlijk ook, is er ook een verstedelijkt weefsel, dan zie je dat de ECLO er inderdaad fijn op bovenuit komt. Je ziet trouwens een beetje die positionering. Je ziet daar gemeenten, bijvoorbeeld Kapreiken, die eigenlijk op vlak van ook inkomensindicatoren enzovoort vrij hoog scoort. Het zal waarschijnlijk ook het effect van Lembeek zijn die daar een stuk speelt. Maar daar zie je wel belangrijke verschillen. En eigenlijk Lievegem laat zich op dat vlak ook relatief positief opmerken. En dan heb je hier Fijn Zelzaten, die eigenlijk op een aantal indicatoren de mindere leerling in de klas is. En ECLO, die daar een beetje tegenaan schuurt, maar toch nog iets beter noteert. Bij politieke samenstellen, wij zelf... We hebben daar weinig mee gedaan, dus we hebben dat informatief natuurlijk in beeld gebracht. Maar het is niet aan ons om te zeggen, een fusie hoeft niet te gaan over 2 gemeenten met een gelijkaardige coalitie. Het kan evengoed een coalitie zijn die verschilt. Dus voor ons gaat het veel minder over de politieke samenstelling. Natuurlijk, moet altijd wel met elkaar vinden in zo'n verhaal. Dus informatief hebben wij dit meegenomen, maar is dit voor ons geen determinant voor de scenario's. Op vlak van uitrusting zit hier ook dingen die u niet zullen verwonderen. Dus bijvoorbeeld die rioleringsgraad, in ECLO ligt die zeer hoog. Dat is dan weer iets waar je in een fusie met landelijke gemeenten rekening moet mee houden. En dat heel vaak. Je ziet bijvoorbeeld Assenede daar aangemerkt.
maar eigenlijk ook Sint-Lorijns of Kaprijke, dat zijn dan die noordelijke gemeenten, hebben toch nog wel wat, wat werk op dat vlak. Hè. Ja, je ziet hier trouwens weer samenvattingen en je ziet zo terug toch een beetje diezelfde, ja, diezelfde figuren ontstaan. Maar soms in positieve zin. Hè. Dus hier zit Sekelo nu aan de rechtse kant. Dus dat betekent een hoge uitrusting. Dus hier is nu in positieve zin dat je u laat opmerken. Samen met ja, Zelzaten, die eigenlijk ook omwille van die densiteit op dat vlak beter scoort dan een typisch landelijke gemeente. Hè. Dit zijn belangrijke, zoals ik aangekondigd had. Dus hoe bewegen bewoners zich? Hier komt het nu, je hebt het telkens ingaand en uitgaand. Je kunt kijken hoe verplaatsen mensen zich naar het werk. En dit is bijvoorbeeld het kaartje waarin je ziet hoeveel mensen eigenlijk naar Eeklo komen om te werken. Inkomende pendel. En ik vind dit belangrijk, wat je daar ziet in kleur is Maldegem. Dus het, ja, de meeste inwijking, u ziet daar meer dan 1000 mensen, komen uit Maldegem en Eeklo werken. Dus die economische as, dat bestaat. Hè. Dus Eeklo-Maldegem is effectief, ja goed, je ziet het ook in de Verlinde, in de N9 enzovoort. Maar dus is effectief een, ja, eigenlijk economisch, een tandemverhaal zou ik bijna zeggen. Wat voor ons allee, eigenlijk een aanleiding was om tot dat scenario mee in beeld te brengen. Fusie met onder andere Maldegem. Hoewel Maldegem eigenlijk nu de boot afhoudt. Dus als je het criterium draagvlak, is weinig draagvlak op dit moment voor een gesprek, niettemin zou het een fusiescenario kunnen zijn en is er veel grond, om ook te zeggen. Maldegem zou eigenlijk in een fusie met Eeklo volgens ons een sterke tandem kunnen vormen op economisch vlak. Je ziet je dan de uitgaande pendel werken, dat zal u niet verwonderen dat vanuit Eeklo de meeste mensen in Gent, als ze niet in Eeklo werken, is het in Gent. En u ziet dan dat ja, een kleine 2000 Eeklo naar Gent pendelen, wat meteen ook naar mobiliteit voor jullie een belangrijk signaal is. Die as naar Gent moet eigenlijk goed functioneren, ook op vlak van openbaar vervoer. Die treinverbindingen of busverbindingen zijn belangrijk voor Eeklo. Je ziet ook, ja, dit is minder belangrijk, vind ik zelf, hoeveel mensen van, en zeker omdat het over basisonderwijs dat nog eens gaat, hoeveel leerlingen uit het basisonderwijs studeren buiten Eeklo. Dat zijn er eigenlijk bitter weinig. Hè. Dus leerlingen uit de lagere school, dat spreekt over heel kleine aantallen die eigenlijk buiten Eeklo studeren. Kijken we op vlak van secundair onderwijs, is dat een beetje idem dito hoor. Behalve Gent heeft nog een belangrijk aandeel scholieren. Tussen 12 en 18 zijn er toch 12% van die leerlingen die in Gent studeren. Maar de rest, ja, Eeklo is natuurlijk, heeft zijn eigen aanbod en een sterk aanbod. Dus dat is 72% van de kinderen op die leeftijd, 12, 18, lopen school in Eeklo. Als we naar fusie kijken, hier hebben we inkomende stroom basisonderwijs terug. Maar nu gaat het. Ah ja, nu wordt het interessanter, vind ik. Nu gaat het over wie komt in Eeklo studeren. En dat kunnen we van de buurgemeente ook wel zien. Is er daar een richting Eeklo? Dit is nog minst interessant, denk ik, omdat basisonderwijs, ja, veronderstelt je dat ja, ook in Kaprijk, ook in Sint-Lorijns enzovoort, dat men daar naar het basisonderwijs. En dat klopt ook. Je ziet dat hier, en niet te min, ziet je dan toch kleine 200 leerlingen van Maldegem, die hier basisonderwijs lopen, wat vrij veel is eigenlijk. Maar secundair, dat vind ik eigenlijk het meest interessante plaatje. Dan zie je toch dat 4000 leerlingen in het secundair onderwijs in Eeklo zitten. Belangrijk deel woont in Eeklo, 72%, maar ook een belangrijk deel komt van buitenaf. Dus zelfs van Evergem heb je een grote instroom van 600 leerlingen. Terwijl je dat toch ook Sint-Franciscus hebt. Je hebt dan natuurlijk geen technisch onderwijs. Hè. Dus het kan best zijn dat dat onderscheid hebben we nu niet gemaakt. Maar ook Lievegem, ook Assenede. En als je dan naar de aandelen kijkt. Hè, dus Lievegem zit op een 30%, ook Maldegem op een 30%, dat die zelf secundair onderwijs hebben. Maar kijk dan naar de gemeenten Assenede, Sint-Lorijns, Kaprijk, zit er op 80% hè, van die leerlingen die eigenlijk hier school lopen.
Dus dat is zeer betekenisvol en voor ons eigenlijk toch wel een indicatie dat eigenlijk Eeklo nog altijd echt die centrumfunctie vervult na die noordelijke gemeenten. Hè. Dat is eigenlijk zeer uitgesproken. En voor ons zijn dit bijvoorbeeld zeer belangrijke data, vandaar dat daar ook goed naar gekeken is. Ja, hier zie je nog naar uitrustingsgraad, want als we nu naar het onderwijs gekeken hebben, en dat is één van die centrumfuncties, maar je hebt natuurlijk ook winkelen, je hebt culturele infrastructuur, je hebt sportinfrastructuur, dat zijn allemaal onderdelen van die centrumfunctie. En hier zie je eigenlijk de centrumfunctie van Eeklo, in relatie tot de buurgemeente, en die is zeer uitgesproken. En als je dat per 1000 inwoners, nu gaan we natuurlijk wel een truc toepassen, omdat Eeklo niet groot is, en je gaat die centrumfuncties op dat toepassen, dan heb je eigenlijk, kun je zeggen, dat je het beter doet dan Gent. Dus als je ergens een keer moet gaan stoeven. Wel, de uitrustings... Wacht, moet ik kijken, zo die volgende slide, er nog geen detail. Voilà, hier heb je eigenlijk het detail. Dat zijn eigenlijk 7 functies. Je hebt onderwijs, je hebt zorg, je hebt diensten. Ja, commerciële diensten en niet-commerciële diensten, dacht ik. Horeca, detailhandel, cultuur en sport. En ik zeg 7, maar het zijn er 8. Ja. En dan zie je dat lijntje voor Eeklo. Als je boven de 1 scoort, ben je boven gemiddeld. En er is maar eentje dat er net onder zit, dat is die horeca. Dus die zit eigenlijk op het gemiddelde. Al de rest, en kijk bijvoorbeeld rechts naar sport, zit er op 1,9. Of kijk naar zorg, zit op 2,5. Dat zijn hele hoge scores. Hè. Vergelijk met Gent onderaan, we hebben dat er even bij gezet. Hè. Bijvoorbeeld op zorg zit Gent op 1,7 en jullie op 2,5. Dus betekent die centrumfunctie is, ja, is heel uitgesproken. We zitten op 7 functies boven gemiddeld. En dat is, ja, dat is zoals Gent noteert. Dus goed. Die, daar kan weinig discussie over zijn. Je ziet het ook in die onderwijscijfers enzovoort. Hè. De traditie en samenwerking, ook belangrijk. Daar ziet je eigenlijk de politiezone donkerst gekleurd. Hè. Dat betekent dat ja, de samenwerking het meest intens is. En de politiezone is daar een voorbeeld van. Maar goed, er zijn ook andere vormen van samenwerking die op die schaal georganiseerd zijn. Is er iets gebeurd? Ja, dat is natuurlijk mee doen. Ja, verder en verder, maar... Ja, Bart. We zitten nu in de visiebrand. Voilà. Ja. Voilà, dus hier ziet je de drieling Sint-Lorijns-Kaprijk-Eeklo. Die is het donkerste kleur. Dus dat betekent dat eigenlijk, als je nu alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden op elkaar legt, hè, er zijn er wel wat, dat je eigenlijk uitkomt bij het meest intensief met die drie. Maar ook Assnede ziet je daar vrij donkerkleuren, Lievegem, een beetje in diezelfde reeksen. En dan Evergem en Maldegem iets... iets minder. Maar goed, dat geeft ons ook een indicatie van die traditie van samenwerking. Dat zijn dingen die jullie niet zullen verwonderen. Ja? Wachten met een vraag of daar wat dat daarom bezit, of daar wacht wat op de volgende slide. Maar nu niet. Wie die intergemeentelijke samenwerking, er wordt er dus hier genoemd, de politiezone als voorbeeld. Ja. Politiezone, maar is dat bijvoorbeeld ook Venico en, ja, en dergelijke, ja, allemaal? Ja, ja. Ja, en de IVM en Comeet, die... Comeet, ja, eerste lijnzone, hulpverleningszone. Brandweerzones, ja, oké. Okay. Ja. Wel, ik denk dat er in het rapport zelf, maar ik vermoed dat in die bestuursvraagmeter, maar in het eerste rapport de ganse lijst ging, met al die samenwerkingsverbanden en dan kruisjes welke gemeenten erin zaten. Dus in die bundel vind je eigenlijk het detail dat achter deze kaart zit. Beleidsvisie en prioriteiten. Hier sta ik even stil bij een bevraging die ook beperkt was. Dus we hebben eigenlijk de leden van het college ook in Eeklo gevraagd wat is voor u belangrijk. Je ziet daar toch op elk van die verschillende dimensies scores. Bruisende gemeente, waar die onder andere vrije tijdsfunctie toch heel sterk aanwezig is. En Eeklo mag dat plat opgaan op vlak van sport, cultuur.
en blijft eigenlijk een ambitie die je hier heel uitgesproken ziet, maar tegelijk ondernemerschap. Je ziet dat daar op 3 staan, mobiliteit, en dan op die 2. Het is niets dat 0 of 1 scoort, dus het is allemaal gemiddeld of bovengemiddeld belangrijk. Zit dat toch ook het sociaal beleid, het omgevingsbeleid, het woonaanbod en ook het groene karakter van Eeklo. En zaken die dan naar de toekomst toe zeker, waar een tandje mag bijgestoken worden, zegt men goed op vlak van digitalisering. En we staan, en zeer terecht denk ik, die woord vertellend. Het zal zeer moeilijk zijn voor besturen om goede mensen te blijven houden en aantrekken. Je ziet op heel wat plaatsen dat men worstelt. En volgens mij zou dat een van de belangrijke argumenten moeten zijn, zeker in de kleinere gemeenten, om te zeggen, ja, fusie is voor ons betekend. Ik denk dan kleine gemeenten er heel moeilijk op vandaag nog in slaagt om bijvoorbeeld een ingenieur, maar eens een vinden als gemeente Sint-Lorijns, of een Kaprijk, of een Assenheer, of een ICT-medewerker. Men zoekt eigenlijk een uitdaging op, die ofwel op een grotere schaal zit, en men gaat al veel sneller naar Eeklo komen, of men gaat al sneller in het privé gaan werken. Dus het is moeilijk voor landelijke gemeenten om voldoende uitdaging te bieden aan zo jong professionals die echt die keer willen erin vliegen. Dus die wordt vertellend is zeker een aanleiding voor besturen om die schaal op te zoeken. Slimme mobiliteit is inderdaad ook een manier om trafiek te sturen. Dus dit zijn nieuwe tendensen waar ook het bestuur van zegt, goed, daar moeten we mee zijn. Klantvriendelijkheid is hier ook, als we het naar waarden hadden, als zeer hoog gescoord, tegelijk ook open en toegankelijk zijn voor alle doelgroepen en alle mensen. Ook hier hoge scores. Wat betekent dit zijn waarden die men echt in de administratie, als men naar een nieuwe gemeente gaat, centraal wil stellen. Voor ons belangrijk om te zien, vinden andere gemeenten dat dan ook? Vinden die ook die klantvriendelijkheid nummer 1? Maar daar mag ik eigenlijk jullie geruststellen. Het is bijna geen één gemeente die klantvriendelijkheid niet op 1 staan heeft. Dus dat is een weinig onderscheidende vraag en ook een weinig onderscheidend antwoord. Die visie en draagvlak met betrekking tot fusie. Ik kan er zeker bij de scenario's, ik ga eens even kijken. Hier gaat het nog naar kansen die men ziet voor inwoners. Dat gaat vooral over ruimere dienstverlening, maar vooral ook grotere deskundigheid. En dat men door natuurlijk 2 diensten samen te voegen, dat je daar meer deskundigheid op die dienst krijgt. Een mogelijk nadeel kan wel zijn dat je naar een grotere afstand gaat met burgers. En is effectief een bedreiging die je moet managen. In een functie moet je nabijheid organiseren. En dat is minder het geval. Als je op een heel kleine schaal zit, is dat spontaan georganiseerd. Je zit nabij, maar je zit klein. Als je groter bent, is dat een organisatievraagstuk. Dan moet je daar echt beleid rond ontwikkelen en is dat niet meer spontaan. Maar je kunt het perfect organiseren. Maar het wordt hier terecht als een aandachtspunt genoemd. Kansen voor mandatarissen. En ziet je hier die impact, waarvan ook Eeklo verwacht, als we een beetje zwaarder wegen naar de Vlaamse overheid, of naar de NMBS, of naar gelijk wie, dat ons misschien lukken om een keer iets gedaan te krijgen. Kunnen maar hopen. Kan alleszins helpen om een beetje meer, als je ziet, naar grote steden wordt toch altijd wat meer geluisterd dan naar kleine mussen. Wat hier niet wordt aangeduid, en betekent dat vanuit een oprechte bezorgdheid is, dat men naar fusie kijkt, minder mandaten. Het is wel degelijk al een reden geweest waarom bepaalde fusies afgesprongen zijn. Hè. Dat jonge mensen in een college zeggen, ik had in mijn toekomst wel gezien om het bestuur in de toekomst vorm te geven, ook in de volgende legislatuur. En plots, als wij met 3 gaan samengaan, zal ik hier waarschijnlijk niet meer de eindmeet halen. En die zien een politieke carrière gedwarsboomd. Dus minder mandaten. We hebben dat hier nu in de bevraging bij Eeklo niet als antwoord gekregen, maar het is bijvoorbeeld in de fusie Riemst, Bilzen en Hoestel de reden geweest waarom Riemst afgehaakt heeft. Dus Riemst had mijn vrij jong college en is eigenlijk niet gelukt om om die reden eigenlijk college mee te krijgen. En dan heb je hier voor medewerkers, waar je echt ziet dat zo'n fusie toch wel het aantrekken van talent. We hadden het daarnet over.
Maar dat mensen ook zeggen, oké, we hebben meer mogelijkheden in onze loopbaan. En er is meer tijd voor beleidsvoorbereiding. Dus in Eeklo hebben we ook wel gevoeld dat mensen die nu in de diensten werken, dat men zegt, ja, wij worden eigenlijk nu 100% gevat in de uitvoering. Hetgeen dat wij moeten doen is vergunningen enzovoort. Maar een keer nadenken over ons ruimtelijk beleid en ons omgevingsbeleid ten gronde. We weten dat we dat moeten doen. En we doen dat ook bij tijd, maar veel te weinig. We hebben daar te weinig tijd voor. En dan zien we wel, want we hebben in de huidige fusie dat ook al geëvalueerd, dat in een grotere dienst iets meer tijd komt, ook voor evaluatie, voorbereiding van beleid, en dat men niet voor 100% altijd in die uitvoering, of soms tot 120% altijd in die uitvoering moet gaan duiken. Misschien hier het laatste stukje van de cijfers dan, dat zijn de financiën. Je ziet eerst de totale uitgaven per inwoner. Er zitten daar behoorlijke verschillen op. Hè. Je ziet bijvoorbeeld, als je kijkt naar de eerste, naar Assenede, dat sterk onder Eeklo zit. Hè. Dat zit toch een €500 eronder. Dat heeft ook te maken met minder inkomsten. Dus aan de kant van de inkomstenkant ligt dat ook lager. Maar je ziet dan wel bijvoorbeeld in Kapreike dat men wel dat niveau van Eeklo haalt. Zelfs ook Sint-Laurijns. Dus... Dat zijn vrij grote getallen. Dat zijn gemeenten ook die een stuk gecompenseerd worden. Dus Sint-Laurijns als landelijke gemeente wordt in het gemeentefonds een stuk gecompenseerd. Eeklo krijgt ook een stukje compensatie in het gemeentefonds. De autofinancieringsmarge in Eeklo, je ziet dat daar op 17. Hè. Dat is positief. Mag niet negatief zijn. Hè. Eigenlijk geen één scoort daar bijzonder hoog. Kapreik met zijn 88, dat is ook nog niet... Allee, om te zeggen dat er zo grote overschotten zijn. Dus mochten daar hele grote getallen zijn, betekent dat er eigenlijk overschot is in de gemeente. Maar dat zal de komende jaren misschien nog wel wat dalen, vrees ik. Als je de energiefactuur gaat moeten betalen. En dan die laatste kolom is investeringsuitgaven per inwoner. Is eigenlijk ook heel interessant. Dus is men in staat om eigenlijk nog... En daar zie je eigenlijk dat ook Eeklo niet overinvesteert, eerder bescheiden. Er staan nu wel nog een aantal investeringen, begreep ik, op de rol. Maar je ziet het ook in de cijfers dan, kijk, als je hier, dat komt daarmee eigenlijk overeen. Hè. Eeklo heeft eigenlijk geen, dat is de rode lijn onderaan, heeft eigenlijk geen hoge schulden. Hè, als je dat vergelijkt met de andere gemeenten. En dat heeft te maken met die vorige slide ook. Hè. Dus er zijn... Geen hoge investeringen betekent ook, vertaalt zich ook niet in een hoge schuldgraad. Dus je zit daar, zou het kunnen zijn, misschien met een klein beetje reserve of een allee, voorzichtig beleid als goede huisvader. Dit is niet altijd makkelijk vergelijkbaar, hoor, maar wat zie je hier eigenlijk? Dus terug alle gemeenten netjes in één kolom. En dan eigenlijk links alle beleidsdomeinen die in uw budget zitten. En dan zie je bijvoorbeeld in Eeklo dat... voor milieu- en natuurbeheer 3% van het budget daar naartoe gaat. Hè. En voor algemeen bestuur 24% van het budget. Hè. En zo kun je wel een beeld, van Eeklo kent je het beeld natuurlijk, maar nu zie je het ook van de buurgemeenten. Gelijk cultuur en vrije tijd is een aandeel van 14%. Dat is stevig in Eeklo. Dat bevestigt eigenlijk die positie op vlak van cultuur en vrije tijd. Algemeen bestuur zit zowel wat in het gemiddelde, maar ligt dan weer bijvoorbeeld heel laag in Sint-Laurijns. Zo kun je wel een beetje fijnzienbaar andere gemeenten hun accent lichten. Maar goed, dat is iets voor dus op het gemak. Als je thuis hebt rustig te bekijken, dit is natuurlijk ook belangrijk in een fusie, hoe verschillen de belastingtarieven. Als je grote verschillen hebt, moet je ze ook wel dichtrijden. Hè. En hier ziet je bijvoorbeeld wel, stel een fusie met Maldegem, dat je daar wel met een bijzonder hoog verschil zit, vlak van opzendteam. Aanvullende personenbelasting zijn ze dan weer de laagste. En dus in die zin, als je dat moet nivelleren, is dit wel iets heel interessant. Ja, je ziet ook een cijfer rond lokale belastingen. In Eeklo ziet je dan ook weer een aantal dingen die bijvoorbeeld andere gemeenten dan minder hebben. Hè. Je ziet daar ergens parkeren staan. Eeklo is de enige gemeente die parkeringkosten heeft. Je ziet daaronder dan ook die algemene gemeentebelasting. Als ik me niet vergis, is dat vooral bedrijfsbelasting, denk ik. Hè. Die daar, dat die...
daar dat 1.186.000 zijn waarschijnlijk bedrijfsbelastingen. Hè? Ja, hè? Ja, ja. Maar dat zie je ook dat in andere gemeenten, hè, dat, dat eigenlijk niet bestaat. Men heeft natuurlijk ook geen bedrijvenzone zoals in Eeklo. Maar geeft u ook een beetje een beeld van wat ernaast, hè, wat de hoofdbelasting, aanvullende personenbelasting of op zijn team nou doende voorheffing, daarnaast bestaat er nog iets en dat is dit. Hè. Dat zijn die eigen lokale belastingen. Voilà, en dan zijn we eigenlijk met die informatie naar fusiescenario's gaan kijken. En ja, dit is wel al een hele belangrijke, denk ik. Dus je ziet dat twee stippenlijnen staan. En dat zijn eigenlijk al een beetje, we hebben het geen volle rode lijnen durven maken. Maar ik denk dat het eigenlijk volle rode lijnen zijn. In die zin dat het onder Eeklo, of Maldegem, Lievegem, Evergem, is eigenlijk zo'n gordel die zegt, ja, wij zijn niet echt op vandaag open voor fusie. Dat kan misschien in de toekomst voor ons interessant zijn, maar op vandaag is minstens het moment niet om daar iets rond te doen. En goed, in Lievegem heeft dat natuurlijk te maken met het feit dat ze nog maar gefuseerd zijn, daar wat stabiliteit in willen. Maldegem, goed, met die coalitiewissel. Evergem die zegt, god, eigenlijk heb ik voldoende schaal. En ben ik ook niet echt. Dus we zitten al direct met grenslijnen die ervoor zorgen, als jullie over fusie nadenken vandaag, dat je eigenlijk naar het noorden moet kijken. Dus dat zijn de enige scenario's. En daarmee worden eigenlijk al een aantal interessante scenario's afgesneden. Hè. Dus Maldegem, Lievegem zijn interessante complementaire gemeenten ook aan Eeklo. We hebben het daarnet al gehad over die economische as. Maar op vandaag, is dat jammer genoeg een scenario dat niet haalbaar is. Allee, tenzij dan Maldegem nu plots tot aan de inzichten zou komen, maar wij hebben althans van hen te horen gekregen dat dat vandaag niet ter sprake moet komen. Een niet-buur van Eeklo, dus stel maar Asseneden, hè, als die moeten fuseren met Eeklo, dan moet er natuurlijk eerst een aangrenzende buur meegaan. Hè. Dus Asseneden kan niet meegaan als Sint-Laurens of Kapprijk niet zouden fuseren. Maar betekent meteen dat scenario's, bijvoorbeeld als een groot meetjesstandfusie, niet onderzocht is, omdat daar het wordt afgesneden op die lijn. Dus vandaag is dat geen scenario. Maar dan zie je wel hè, dat er nog heel wat andere dingen open liggen. En dat zijn al die kaartjes daar onderaan. En dat zijn ofwel, we hebben zelfs het nulscenario ook benoemd. Hè, dus Eeklo, standalone. En ook dat, stel dat daar geen fusie komt, dan moeten we misschien zeker nog eens een laatste vergadering hebben om eens te kijken, wat kunnen we dan met dat studiemateriaal? Want dan heeft het voor fusie weinig betekenis gehad, want er is geen geweest. Maar je kunt er volgens mij als bestuur wel iets uithalen. Er zijn vaststellingen gemaakt waar we eens moeten over nadenken op welke manier dat we gewoon Eeklo zijnde, daar ook stappen in vooruit kunnen zetten. Dat is zeker mogelijk. We hebben dat voor een deel benoemd. Dat is wat we nul noemen. Hè. Met één gemeente fuseren, hè, dat kan dan verschillende vormen aannemen. Maar die twee onderste eigenlijk, staan er een beetje meer pro memorie bij. Dus die fusie met Lievegem zie ik er staan en met Maldegem. Hè. Theoretisch mogelijk, maar niet haalbaar op dit moment. Dan heb je fusie met twee, en dan zit je eigenlijk, misschien wij denken dat het noorden kunnen kijken, met Kapprijk en Sint-Laurens. Fusie met drie is dan met Asseneden, er ook nog bij. En dan zou je eigenlijk nog verder kunnen uitbreiden met Zelzaten, die eigenlijk ook belangstelling heeft om op te schalen. Of aan de andere kant, naar Maldegem, maar je ziet dat dat weer in het rood staat, omdat Maldegem geen partner is. Maar we hebben dat toch even willen meenemen. Het geval dat Maldegem zich toch nog zou bedenken. Maar ook om eens de financiële betekenis daarvan in kaart te brengen. Want dat is toch een scenario waar je meteen over een paar miljoen meer spreekt in het gemeentefonds per jaar. Hè. Voilà. Dus ik ga er even snel door al die scenario's. Dus geen fusie of zelfstandig blijven. Hè. Dan kun je volgens ons wel initiatieven nemen om een aantal werkpunten aan te pakken. Dit zijn zaken die uit de bestuurskrachtmeting kwamen. Hè. We hadden een aantal interne werkpunten gezien. En ook op vlak van stedelijk beleid hebben wij eigenlijk een beetje voor gepleit om, het klinkt misschien wat vreemd, maar om een beetje tegen te sturen. Want als je de natuurlijke beweging
in Eeklo zijn gang laat gaan, dan krijg je bewonersgroepen binnen die volgens ons de sociale mix een stuk in een onevenwicht brengen. En eigenlijk ga je alleen volgens ons er goed aan doen om als bestuurstuk tegen te sturen, om een aantal groepen aan te trekken die van nature de weg niet vinden naar jonge gezinnen enzovoort, naar Eeklo. Dus dat is eigenlijk wat daar rechts staat. Dat is waar je als beleid kunt op sturen, maar gaat dat moeten echt tegensturen. Als je niet kortuit daar tegenin gaat, ga je dat geen trendbreuk gerealiseerd zien. Maar goed, er zijn ook interne punten. Ik ga er nu niet te lang op ingaan. Dit is geen fusiescenario, maar dit moeten we wel eens beter bekijken op het moment dat zou blijken dat onze studie effectief niet voor fusie dient. Laat ons dan zorgen dat die centen nog voor iets anders kunnen dienen, met name het upgraden van de eigen organisatie. En ook versterkt gemeentelijk samenwerken is in principe mogelijk. Hè. Dus als nu bijvoorbeeld Kaprijken of Sint-Lorijns zeggen, fusie op vandaag is moeilijk, maar we willen wel met jullie bijvoorbeeld de personeelsdienst delen, of de financiële dienst. Hè. Dan spreken we eigenlijk over shared services. Ook dat kan een eerste opstap zijn, en kan een manier zijn om efficiëntie te winnen. Hè. Waarom moet je allemaal een financiële dienst hebben? Waarom moet je allemaal een personeelsdienst hebben? Het komt erop aan om correct uw financiën bij te houden. Allee, dat zijn geen politieke beleidsdiensten. Dat zijn eigenlijk ondersteunende diensten waarvan je zegt, je moet mijn werk goed doen. En voor de rest, dus dat kan technisch gemanaged worden. En volgens ons zit er ook voordelen. Dat zijn shared services. Dus op zich zou ik nu ook nog niet onmiddellijk zeggen, als fusie niets wordt, is gepasseerd. Ik zou ook in dat contact met die gemeenten, dit als scenario B, en dat kan dan wel groeien naar mogelijk nog iets anders, hè. Maar dit is zeker ook een optie, hè, dat je, als er geen bereidheid blijkt tot fusie, dat je toch al die associatie of die shared services probeert vorm te geven. Dus één fusiepartner, hier ziet je, je hebt vier buren, dus theoretisch vier, in de praktijk twee mogelijkheden. En we zijn begonnen met de eerste twee waar bij de buren weinig draagvlak voor is, maar we hebben dat toch eens uitgerekend. Dan zie je eigenlijk dat de fusiebonus in elk van die gevallen aanzienlijk is, boven de 20 miljoen. Dat is veel geld. Dus als je met Lievegem of met Maldegem, die toch gemeenten zijn telkens met behoorlijke inwonersaantallen, gelijkaardig aan Eeklo, dan gaat je een fusiebonus van 24 miljoen. En wat er ook nog belangrijk is, is wat op die vierde rij staat, het gemeentefonds. En daar wil ik nu iets over zeggen, omdat dat in elk scenario gaat terugkomen. Dus Eeklo is een bijzonder geval. In die zin dat het... En nu een keer in positieve zin. Hè? Voilà. Maar ik heb nu niet veel slecht gezegd. Hè? Maar in positieve zin hoort het bij de regionale steden. Hè? En wat betekent dat? Dat ze eigenlijk op een specifieke manier gefinancierd worden in het gemeentefonds. Hè? Dus Sint-Lorijns, Kaprijke, al wie jullie omringt, ook Maldegem. Je krijgt middelen uit het gemeentefonds, zoals de meeste Vlaamse gemeenten. Maar er is een groep, twee groepen die afgezonden worden. Dat zijn de centrums, de 13. Hè, daar zit je niet bij, maar je zit wel in een tweede cluster van regionale steden. En die krijgen een aparte envelop. En dat wordt vooraf gehouden. Hè. En bij Gent en Eeklo, bij Gent en Antwerpen is dat aanzienlijk, want die krijgen 40% van het gemeentefonds, is al weg. Hè. Dus dan die twee. Maar dan heb je een tweede reservatie, die gemaakt is voor regionale steden. Daar zijn er niet zo heel veel, en Eeklo zit daarin. En dat is eigenlijk een pot die verdeeld wordt, en het inwonersaantal is daar zeer bepalend in. Dus als Eeklo fuseert, dan wordt dat plot geen gemeente meer, hè, van boven de 20, maar boven de 30 of nog meer. En dan krijg je in verhouding tot al die rest in die groep plots een heel hoger aandeel, en dus al de rest gaat minder krijgen, en Eeklo gaat meer krijgen in een fusie. Hè. Als anderen uit die groep fusioneren, gaan jullie minder krijgen. Ja, dat klopt. Ja. Dus dat was hetzelfde, bijvoorbeeld het verhaal in Borsbeek in Antwerpen. Dat ging Gent een miljoen schelen. Omdat die ook in dezelfde cluster zitten van de centrumsteden. Hier is dat ook het geval, dus dat kan in positieve zin werken als jullie fuseren. Als anderen fuseren, kan het inderdaad in negatieve zin werken. Maar je ziet hier onmiddellijk dat dat significant is. Dus in het geval van Lievegem, Maldegem, dat grote gemeenten zijn, dus dat betekent plots wordt Eeklo dubbel zoveel inwoners, dan zie je dat je in het gemeentefonds, dus in de figuur van Lievegem, Eeklo, 1,6 miljoen per jaar, maar dat is wel structureel. Hè. In tegenstelling tot de fusiebonus die je één keer krijgt, krijg je hier wel
een eenmalige verhoging. En we weten eigenlijk ook dat het gemeentefonds, allee, men hoopt volgend jaar dan een keer grote kuis in te houden. Maar je zult nooit voor hebben dat gemeenten die iets krijgen, dat ze minder gaan krijgen. Dus als je nu kunt verslaan dat je hoger zit in dat gemeentefonds, is dat, wordt dat vastgeklikt. Ook in een herziening van het gemeentefonds. Men gaat dat nooit durven. Men gaat altijd met hetgeen dat bijkrijgt, daar gaan men beginnen mee spelen. Maar niet met hetgeen dat je verworven hebt. Dus als je nu natuurlijk in een sterke positie kunt wringen, en dat is hier wel significant, hè? Dus 1,5 of bijna 2 miljoen meer, dat is zeer aanzienlijk en dat is ook op jaarbasis. Hè? Voilà, dit zijn natuurlijk, ik leg hier nu een beetje het accent op de financiële argumenten, maar ik denk dat dat ook nieuwe argumenten zijn voor de buren. Hè? Vandaar dat ik zeg, we hebben toch nog dat scenario met Maldegem erop gezet. Je weet nooit dat ze dit soort informatie niet hebben en dat ze op basis van dit soort informatie zijn, misschien moeten we toch eens tweede keer over nadenken. Hè. Telkens hebben we ook per scenario, dat ziet je, even de vergelijking gemaakt wat het dan betekent op een aantal parameters, hè. Zodanig dat je ook voor jezelf kunt uitmaken als je beslissing moet maken over fusie. Is dit voor ons een interessante partner of niet? Hier zitten we wel in de realistische scenario's, dus één gemeente, hè, Kapreik en Sint-Lorijns. Alleen hebben we dit geoordeeld als fusies die eigenlijk voor Eeklo te weinig opleveren. Dus die te weinig toekomstgericht zijn, waar je zelf heel weinig uithaalt. Dus wij zouden eigenlijk deze scenario's ook niet weerhouden. We hebben ze ook niet verder uitgewerkt. Je ziet daar ook onmiddellijk, dat gaat... Ja, samen krijg je dan 28, hè, in het geval van Kapreik. Het gaat over telkens gemeente van een 6000 inwoners. Dus in die gevallen vinden wij eigenlijk de meerwaarde van fusie zeer beperkt. Hè. Uw fusiebonus, je ziet hem ook onmiddellijk een heel pak lager. Je ziet ook dat die winst... wacht, op niveau van het gemeentefonds... Ah ja, ziet je 450.000 hè, meer, of 497. En dat zijn onmiddellijk veel kleinere aantallen... om in te brengen. Dus voor ons zijn theoretische scenario's, maar wij vinden persoonlijk te weinig meerwaarde voor Eeklo. Als je natuurlijk de twee samenbrengt, hè, dan kom je natuurlijk al aan iets substantiëler, en dan komt je aan een gemeente van 35, hè, dat op niveau van Evergem, zeg maar. Zit je weer ook aan iets wat grotere getallen, hè, dat miljoen meer in het gemeentefonds, dat een fusiebonus hè, van 17 miljoen. Dus hier spreekt het natuurlijk wel over een interessanter verhaal. Zij dat je toch moet rekenen dat je van die gemeenten... Allee, dit is een fusie ook kantje boord, zou ik zeggen, omdat je natuurlijk veel verwachtingen van die gemeenten binnenhaalt. Hè. Dus dat zijn landelijke gemeenten. Je hebt wel gezien die rioleringsgraad, dus er moeten daar investeringen gebeuren. Die gaan dan plots zijn aan Eeklo. Allee, nu gaat het allemaal geregeld worden. Terwijl dat jullie natuurlijk de centen ook wel hard nodig hebben voor een aantal uitdagingen in Eeklo. Er zijn wat extra middelen, hè. Dat zie je hier. Hè. Iets wat extra middelen in het gemeentefonds, een miljoen meer. Je hebt die fusiebonus. Dus het is niet dat er niks is om ook naar die gemeenten iets te kunnen doen. Maar goed, hier moeten we ons wel bewust zijn dat je met twee landelijke gemeenten fuseert. Waar ik denk dat zij toch een belangrijke meerwaarde vanuit wat we gezien hebben, expertise in de administratie van Eeklo, halen. Wat wederzijds veel minder het geval is. Hè. Je hebt natuurlijk een andere troeven, hè. Zijn wat residentiëler enzovoort. Dat is zeker het geval. Dus je hebt ook een ander woonaanbod natuurlijk in zo'n grote gemeente, wat je vandaag niet hebt. Hè. Dus je moet ook de kwaliteit op vlak van landschap, Sint-Lorijns-Eeklo, bij wijze van spreken toeristisch, kun je daar wel een mooie tandem met mooi beleid mee uitbouwen. Dus hier zitten kansen in. Maar tegelijk moeten we ook wel wat bezorgd zijn en ja, ook die gemeenten. En toch ergens realistische verwachtingen aanpraten. En enfin, men gaat niet mogen hopen dat Eeklo al in investeringen plots gaat gerealiseerd zijn. En dat gaat moeten in een stappenplan en geleidelijk gebeuren. Maar dit is volgens ons wel een van de scenario's. Waar trouwens ook de gemeenten telkens openstaan voor gesprekken. Dus hier zit je met twee gemeenten die zich ook niet uitspreken voor of tegen een fusie met Eeklo, maar die wel zeggen... Wij willen gesprekspartner zijn. En dus ze mogen komen, we willen erover spreken. Wat al belangrijk is, hè, wat we in Maldegem of Lievegem of Evergem niet horen. Hè. Je ziet hier ook, hè, die,
Enfin, wat we halen natuurlijk uit onze analyse, hè, hoe dat matcht, hè, wat aandachtspunten zijn. En enfin, je zult dat ook wel zien bij die aandachtspunten. Ook die cultuurverschillen merkten wel degelijk in de organisaties. Hè. Dus we moeten toch een brug bouwen. En jullie zijn met heel andere problematieken bezig dan dat men in die landelijke gemeenten bezig is. Wat jullie hier op stedelijk niveau aan het oplossen zijn, dat kent men niet. Hè. En omgekeerd, daar heeft men problematieken op het platteland die natuurlijk hier niet gekend zijn. Dus je gaat wel moeten elkaar wat leren kennen. De cultuur in de administraties is anders. Dus, maar goed, dat is veranderingsmanagement. Enfin, terug heel wat cijfers daarbij. Hier een uitbreiding van dat scenario met Assenede. Assenede is ook een heel uitgestrekte gemeente. Heeft natuurlijk in financiële termen, hoe meer inwoners, hoe sneller je die financiële teller. Je spreekt al direct over een verdubbeling van die win uit gemeentefonds. Dus het is altijd eigenlijk in verhouding tot je aantal inwoners. Hier haalt je 2 miljoen eigenlijk per jaar extra uit het gemeentefonds. Die fusiebonus is ook significant, 24, maar die is eenmalig. En ook Assenede is een gemeente die zegt, ik sta open voor gesprek. Wel, Assenede staat ook open voor gesprek. Dus Assenede kan ook gesproken worden. Ook hier weer hebben telkens van complementariteit aandachtspunten. Assenede sluit wel aan in de rij natuurlijk van Sint-Laurijns-Kaprijke, is die landelijke gemeenten in het noorden. Op vlak van problematiek verandert er niet zo heel veel. En hier hebben we vier fusiepartners. Dus we hebben nu zijn nog wat meer naar het oosten getrokken. En ook celzaten erbij genomen. En dat krijgt natuurlijk wel een ander verhaal. Daar zitten met eigenlijk twee kernen met een behoorlijk voorzieningniveau. En het andere scenario rechts is het scenario Maldegem. Waar Maldegem de boot afhoudt. Maar waar we toch een keer de berekening willen maken hebben. Dit is het eerste. Dit is de uitbreiding met celzaten. En je ziet terug de cijfers. En die lopen hier ook flink op terug. Hè. Dus hier kom je dan alweer aan een verhoging van het gemeentefonds met 3 miljoen per jaar. Hè. Dus altijd diezelfde logica. Hoe groter dat je wordt, hoe meer de winst daar op financieel vlak is. Natuurlijk, nu begint je wel met een uitgestrekt gebied te zitten. Waar je ook ziet dat die... Als je daarnet de kaartjes gezien hebt over traditie en samenwerking... Zelzat stond er niet in gekleurd. Hè. Dus Zelzat is op dat vlak natuurlijk nog niet op diezelfde manier in die meetjesstandse samenwerking betrokken. Ik heb het ook wel op andere punten gezien. Die stromen natuurlijk van leerlingen enzovoort. Ja, dat is niet in diezelfde mate aanwezig daar. Dus hier zit je... Enfin goed, dit is een scenario dat kan. Maar het is iets minder natuurlijk natuurlijk als je gewoon kijkt naar bewonersstromen dan we het daarnet eigenlijk gezien hebben. Dit is terug de beschrijving ervan, dan gaat u waarschijnlijk de cijfers zien. Hier ziet je Maldegem, en waarom hebben we het toch willen even regenen? Omdat je hier ook weer ziet, allee, dit is een gemeente natuurlijk, waar plots een belangrijk aandeel inwoners bijkomt. Spreekt al direct op 3 miljoen 7, die erbij komt in het gemeentefonds. Dus wordt alles wat meer. Dus we kunnen ons makkelijk rijk rekenen als we nog wat gemeenten bijtellen. Maar allee, ik vond het interessant om het erbij te nemen. Ik vind persoonlijk dit gebied in een niet zo onaardige balans zitten van enfin, een economisch hart die je dan hebt, niveau van die as Eeklo Maldegem, landelijke gemeente die er ook een stuk de vruchten kunnen van plukken, maar waar je ook samen een beleid kunt vormen dat zowel over toerisme, wonen enzovoort een mooi geheel zou kunnen zijn. Maar goed, het is iets waar we vandaag voelen dat op korte termijn met Maldegem niet zal lukken. Wat niet wil zeggen dat het op lange termijn niet kan. Hè. Nu hier zie ik staan, behalve niet voor Maldegem. Daarnet was het was al voor iedereen dan. Voor zowel andere versie met Zaalzaten wel zonder Maldegem. Ja, hier staat bij openheid voor gesprek. Positief. Ja, klopt. Ook in Zaalzaten. Ja, klopt. Ja.
Voilà, en dan denk ik dat we er ongeveer zijn. Ik had nog een paar dingen om te concluderen. Dus ja, goed, het is een complexe oefening. Als je nu ziet hoeveel scenario's dat we losgelaten hebben. Er worden direct dan natuurlijk een aantal uitgesloten. Maar goed, binnen kamers vraagt dat op basis van die data wat reflectie. Ons idee is dat je dat beter maar meteen in dialoog doet met de buurgemeente, want je bent er volledig afhankelijk van. Hè. Dus je kunt hier voorkeuren van scenario's, maar als die buurgemeenten er niet in meegaan, is dat gedaan natuurlijk. Hier herhaal ik, ons pleidooi om eigenlijk ook Maldegem, Lievegem daarin te consulteren, maar ik vrees dat het een beetje pro domo is het pleidooi. Maar goed, we hadden gedacht, en moesten zij de cijfers zien, dat er misschien wel nog mensen zijn die er kunnen over spreken. Zodat denken rond fusie evolueert ook heel snel, hè, want we zien zelfs binnen ons traject, die we in de vier gemeenten gelopen hebben, dat ook daar, als we binnenkwamen en als we buiten gaan, dat eigenlijk mensen op een andere manier, doordat je daar begint over te spreken, doordat men ook ziet wat er in Vlaanderen aan de gang is, dat men toch beseft, ja, hier moet iets gebeuren. En dat is zo duidelijk, dat zegt iedereen. Ik vraag hier Philippe de Rink een keer op de naam, dat gaat onmiddellijk zijn volgende legislatuur. Het durft zelfs al zeiden dat de fusies verplicht gaan worden. Hè. Enfin, ik weet niet of dat klopt, maar zelfs al maakt abstractie van de timing, het komt eraan. Hè. Dus we gaan allemaal naar grotere besturen. En voor ons zijn diegenen die op vandaag erover nadenken de winnaars, want anderen maken andere keuzes. Dat zijn dan voor u scenario's die afgesloten zijn. Hè. Zelfs Houten moet niet meer spreken over fuseren met Wachtenbeek, hè, want Locristi is er al mee weg. Dus hoe langer je wacht, hoe meer uw speelveld natuurlijk gehypothekeerd kan worden door mensen die, ja, die het voor u beslissen natuurlijk. Hè. Dus in die zin hopen wij dat ook jullie buren dat soort inzichten hebben om toch te durven die stap te zetten, hoewel het een moeilijke stap blijft. Wat we voelen wel, hè, en dat is zeker ook bij de buren aanwezig, wel wat argwaan naar Eeklo. En dat heeft te maken met dat het is iets anders is. Dat is niet Sint-Lorijn, dat is niet Kaprijk, en dat is toch een heel andere wereld en speelt daar andere problematieken. Onze vraag is dan ook altijd, ja maar goed, bekijk je dan alles? Hè? Maar je ziet misschien de dingen die je tegen de borst stoten, maar zie je ook de mogelijke voordelen en die zoiets kan hebben voor een gemeente als Sint-Lorijns. En ik denk wel dat door die studie die in elk van die gemeenten gebeurd is, dat wel wat genuanceerder nagekeken wordt, maar blijft een verhaal die zeer individueel is. Dus eigenlijk hebben we in geen enkele gemeente een bestuur dat unisono zegt, we gaan voor dit scenario. Het is altijd een deel van het college die een bepaalde richtingaffiniteit heeft, een ander deel die... Dus het is zo persoonsgebonden vaak, dat je nooit uitspraken voor Sint-Lorijns kunt doen, of voor Zelzaten, en dat men overal zo in die colleges ook wat... Ja, nog met verschillende standpunten zit, wat geen verwijt is, hè, maar het is heel moeilijk om nu of vandaag te zeggen hoe de kaarten liggen. Het is heel, heel persoonsgebonden, maar er zijn zeker mensen die nog altijd wat schrik hebben van Eeklo, zijn er anderen die heel goed een aantal voordelen zien. En nu hebben we in het bijzonder ook dat financiële voordeel toch willen benadrukken. Eeklo is de enige gemeente die een regionale stad is, in verre omstreken, dus waar je dit voordeel ook naar het gemeentefonds hebt. Het is duidelijk, hè, wat je daarnet in die lijnen gezien hebt, dat op vandaag, als je vandaag moet beslissen over fusie, dat enkel over het noorden gaat. En dat we dus op die andere vlakken wat afgesneden zijn door gemeenten die het moment niet rijp vinden. En tot slot toch nog een aandachtspunt, dat in elk scenario dat je nu start, en zeker als het gaat over die meer landelijke gemeenten, dat je toch veel aandacht moet besteden aan dat veranderingstraject, omdat het toch gemeenten zijn die met andere problematieken te maken hebben dan Eeklo, die een andere cultuur hebben dan de administratie. Dus daar op een manier doen dat die twee werelden elkaar kunnen vinden en dat je elkaar niet bruskeert natuurlijk. Maar goed, dat is veranderingsmanagement. En ik denk dat ik daarmee een beetje de laatste slide bereikt heb van ons fusiewerk. Oké, dank u wel, Bart, voor de duidelijke uiteenzetting. Ik veronderstel dat er wel nog wat vragen zijn. Wie wenst het woord? Michel? En Odette? Ja.
Oké. Michel, u hebt het woord. Ja. Ik ben blij met deze voorstelling, met dit werk. Ik was eigenlijk al langer pleitbezorger om deze oefening te doen. En uiteraard, zoals ik daarnet zei, blij dat ze er gekomen is. Hiermee kunnen we de emotionele, zoals de burgemeester zegt, de emotionele en de politieke keuze aanvullen met een rationele keuze. Het is te zeggen, hier zijn argumenten aangebracht waar de sterkte en de zwakte analyse van alle verschillende deelnemers of mogelijke deelnemers en ook waar we complementair zijn. Ik wens dat de onderhandelaars al deze dingen goed kunnen gebruiken en aan de man brengen om er de beste fusie uit te halen. Want het gaat enerzijds over geld, uiteraard. Dat is dan de wortel die gegeven wordt, of de stok als we het niet doen. Maar er zijn, nu hebben we de kans om zelf onze partners te kiezen, waar dat de volgende keer misschien het geval zelfs niet meer zal zijn. En dan ook nog de financiële voordelen ervan kwijt zijn. Dus ik zou zeggen, we moeten echt werk van maken en op de beste manier. En waar ik nog een keer wil op drukken, en dan citeer ik de burgemeester van Nederland, die op ons fusiedebat die we enkele jaren geleden georganiseerd hebben, waarin dat is uit. Je moet uw fusiepartners, als je de grootste gemeente bent, of stad bent, niet gewoon als gelijkwaardig beschouwen en behandelen. En dan dat ook laten aanvoelen. Anders gaan ze toch schrik krijgen en gaat het misschien toch wel mank of verkeerd lopen. Ik denk dat dat zeer belangrijke woorden waren die daar gezegd geweest zijn, die ik daarom nog een keer herhaal. Dank u. Oké. Odette? Dank u wel, voorzitter. Ik een paar vraagjes. In blok 5 ziet u de vergrijzing op 0, dus we schatten dat niet hoog in, maar zit daarin verrekend dat je bijvoorbeeld daar rond ook heel wat tewerkstelling creëert en doet dat je dat meegenomen of is dat niet meegenomen? Als het Schepencollege gezegd heeft van ja, we hebben zwakke participatie, de gezinssamenstelling is anders dan in andere gemeenten, staat bij de vergrijzing 0. Dus ze zien dat zo in blokje 5 dat je gegeven hebt, ja. Dus dan was mijn vraag van, Ali, heb je daar ook enige economische reden mee meegenomen? Want in Eeklo zitten we wel met veel mensen, maar we hebben ook veel woon- en zorgcentra's waar dan we eigenlijk ook know-how en kennis en dingen uithalen. En dan mijn tweede vraag in blok 6, heb je milieu en natuur om dan andere gemeenten dan nog wat beter inschoren in blok 6. Dan heb ik de vraag, onder dat blokje milieu en natuur, zit landbouw daar ook onder? Want ik zag landbouw daar nergens bij staan. Dat was mijn tweede vraag. En dan mijn derde vraag. Nu hebt u voor uw studie gesproken met het Schepencollege. Hebt u ook mensen vanuit de gemeenteraad of vanuit de bevolking gecheckt van hoe zitten we daarmee? Want we zien hier wel een heel mooie studie en we kunnen daar heel veel mee doen. Maar als we de bevolking daar niet warm voor maken en ze worden anti, dan kunnen wij eigenlijk weinig of niks niet doen. Dat waren mijn vragen. Dank u. Oké, dank u wel. Bart? Uw bloks, maar ik denk dat deze slide is zeker. Ja. Odette? Want dit is inderdaad een bevraging die we bij het college gedaan hebben. Ik denk niet dat men bedoelt dat vergrijzing geen aandacht moet krijgen. Hè. Hier is zo meer van wat zijn trends, hè, waar we de komende jaren extra moeten op inzetten. En dan is inderdaad dit beeld naar voren gekomen. Enfin, ik vermoed niet, maar mensen van het Schepencollege kunnen daar... We hebben ook gevraagd om keuzen daarin te maken, hè, want anders gaat men alles aanduiden. Dus men heeft dan eigenlijk een aantal dingen aangeduid. Als je maar 3 mocht aanduiden, is inderdaad die vergrijzing niet in de top beland. Ja. Maar betekent zeker niet dat... Allez, het
Tenzij dat schepen mij zouden tegenspreken, betekent zeker niet. Wij hebben een beetje verplicht om beperkt te antwoorden. Waardoor dat je misschien sommige categorieën die men graag had aangeduid, dat die er minder uitgekomen zijn. Hè. Dus ik zou er zeker niet uit afleiden dat men dat niet belangrijk vindt. Wacht, hè. En dan moet je nog eens uw tweede vraag. Sorry. Ah ja, wacht. Hè, Bor. Ja. Zit daar landbouw onder, omdat ik dat in die dingen landbouw niet zag staan? Ja, ik denk landbouw zou men normaal gezien, maar ik denk dat wij zo de categorieën hebben voorgesteld. Dus ja, de schepen hebben het ingevuld zoals het hier gepresenteerd wordt. Ik vermoed dat de meeste landbouw... Maar dat waren nog een paar slides verder, meneer Van Erck, nog een paar slides verder. Ah, is het hier niet dat je... Nee, het is dat niet dat ik bedoel, wat dan er zoveel ding nog... En hier komt dan die... Ja, en dan nog één. Of is het hier? Ah, het is hier. Of niet? Nee, nog. Hier die kolom. Ja, die kolom allemaal. Ik heb het over die financiering. Ah, oké. Okay. Ja. Sorry, wacht. We gaan eens kijken. Hè. Ah, daar bovenaan. Ja. Dat is waar. Hier, dus dat aandeel... Ja. Natuur en milieu, daarboven. Ja. En uw vraag was of landbouw onder natuur en milieu beheerst? Ja. Nee, landbouw zit onder het laatste, ondernemen en werken. Mm-hmm. Dus ja. Dat is eigenlijk de indeling, dat is eigenlijk de BBC die hier gevolgd wordt. Dus landbouw zit onder het laatste, ondernemen en werken. Ja. Maar nee, maar in heel veel gevallen wordt landbouw ook, omdat dat grond inneemt en ding meegenomen onder... Klopt. Onder natuur en milieu... Ja, nee. Maar volgens de BBC-codes zit het onder nommers. Oké, dank u wel. En dan heb je over die bevolking ook nog iets gevraagd. Ja, dus nu hebt u raadpleging gedaan naar het Schepencollege toe, uw bevragingen. Klopt. Maar je hebt niet bevolkingen of uit onderwijs of uit ding, hoe dat zij daaronder staan, omdat we dan nog een stap sterker staan als we dat willen doordringen. Juist, en hoe moeten we daarmee omgaan? Want dat is ook belangrijk. Ja, absoluut. Het is een heel belangrijke vraag, denk ik. Dit is, zoals ik het begrepen heb, nu voorbereidend, zodat het bestuur eigenlijk zich in gesprekken een beetje kan documenteren, dat ze cijfers heeft. Maar natuurlijk, mocht hier een scenario uit naar voren komen waaruit blijkt dat buurgemeenten echt belangstelling hebben, dat er echt kan op doorgegaan worden, dan denk je dat je groot gelijk hebt dat je bewoners en groepen, middenveld enzovoort, moet betrekken. We hebben ook al gezien op plaatsen waar dat niet gebeurd is, dat men zichzelf begint te organiseren. Ja. En dan is het meestal in negatieve zin. Dan is het meestal tegen de fusie. En het is bijzonder moeilijk om daar tegen in te gaan. Dus, en ook in besturen waar zo, en ben vandaag ook op een plek geweest waar we echt met die bewoners inspraak en gevoelden. Die burgemeester heeft er geen traditie in, hè, of het bestuur eigenlijk zelfs. En zijn er wat terughoudend in. Maar ik heb hen toch gezegd, je moet dat doen. Hè, want een dag dat er iedereen naar rechts staat en zegt, ik ben tegen die fusie, is het hek van de dam. Hè. Dat is zo emotioneel. Je kunt dat burgers zo makkelijk in meenemen, dat je dat nooit gedaan krijgt. Hè. Dus de eerste volksraadpleging komt in Ruisleden. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat opleveren. Hè. Volgens mij wordt dat negatief. Hè. Je kunt dat keren. In Wichelen heeft men nu net een burgerpanel gedaan. Ja. Dat is natuurlijk iets anders. Dat is een gedocumenteerde manier. Dus daar hebben ze deskundigen laten spreken. Ze hebben dus een panel, 20-tal mensen, representatief. Er zit een landbouwer in, er zit een ondernemer in, er zit een jong gezin in. Hè. Men heeft dat representatief. Men heeft die mensen voorbereid. Verschillende sprekers hebben de toelichting gegeven over van hoe is de wereld aan het veranderen. En uiteindelijk heeft men die mensen laten kiezen van, gaan we dan voor fusie? En dat is positief. Men heeft en Bichelen is een kleine gemeente. En daar is gezegd, ja, we gaan dat doen. Maar dat is een heel andere manier dan een volksraadpleeg. In een volksraadpleeg kun je dat nooit... Je kunt je mensen nooit zo documenteren, maar komt er ook niet naartoe. Moet je nog zoveel inspanningen doen om mensen te informeren? Ze lezen het niet, of ze komen niet naar de hearings. En de uitslag is negatief. Dus, maar ja, daar moet je wel voorkomen. Dus eigenlijk moet je de regie van de communicatie... Dus vanaf dat je inderdaad denkt, we gaan een bepaalde richting uit, is het absoluut aangewezen wat u zegt om daar wat ruimer over te beginnen spreken, mensen te informeren. Ja, absoluut. En ook alleen. Dat is een bepalend document waar je echt wel veel kunt mee doen. En heel veel mensen kunnen ook al lezen en schrijven als ze daar ook in het document zien dat dat een positief verhaal is.
zonder de afweging, hoe zit het met onze politieke partijen, noem maar op, maar dat je gaat voor, we gaan voor de toekomst, we willen een goed economisch beleid en dergelijke, dat je daar mensen veel makkelijker in meekrijgt. Absoluut. Dank. Ja. Oké, okay, Gert-Jan. Ja, oké. Okay. Dank u wel voor de uiteenzetting. Het is zeer interessant om te zien wat jullie ervan gemaakt hebben. Het is een mooi overzicht van de partners waarmee we de dans kunnen aangaan. We hebben daar een mooi overzicht gekregen van de verschillende mogelijkheden. En daar gaan we tot en met 4 partners die jullie bestudeerd hebben. Ik ga de stukken nog met Maldenhem erbij. Nu, ik weet, het is misschien een zot voorstel, maar wat met 5 partners? Wat als we Lievehem ook mee betrekken? Dat we naar een nog een grotere pool gaan, dat we nog naar meer inwoners gaan. Wat zou daar het resultaat van zijn? Hebben jullie dat zelf intern, die oefening ook gemaakt, maar niet mee in de eindevaluatie genomen? Want dat zal nog hoger zijn, dat zal nog meer slagkracht geven. Dan hebben we het ook even gehad over het gemeentefonds. Stel dat andere steden of gemeenten die in hetzelfde cluster zitten als ons in het gemeentefonds gaan fusioneren met andere gemeenten, gaan wij minder krijgen uit het gemeentefonds. Zijn er al op vandaag kennis van steden die ook in dezelfde pot zitten als ons, die gaan fusioneren of die met andere... gaan fusioneren die daarvoor zorgen dat wij minder zouden krijgen. Jullie hebben ook met IDEA de oefening gemaakt voor Sint-Laurens, Asteneden en Zaalzaten. Wat is de kans dat de noordelijke gemeenten zelf gaan fusioneren en dat we Eeklo niet bij betrekken? Want ja, jullie hebben dezelfde oefening gemaakt, veronderstel ik. Wat was daar? Het resultaat had ik wel graag geweten. Dan nog een verdere gaat dan eigenlijk, kijk dan naar de burgemeester. Ja. Wat is de stand van zaken van de gesprekken die ondertussen gevoerd zijn? Ik weet niet of dat in openbaarheid moet, maar dat kan die eventueel straks nog in een gesloten vergadering. Met wie hebben we ondertussen nog een gesprek gehad? Met wie nog niet? Met wie zijn we van plan om gesprekken te hebben? Zien jullie het als Schepencollege zitten om met Asseneden of met Zaalzaten rond de tafel te zitten om naar een grotere fusie te gaan? Daar had ik ook graag meer over geweten. En dan, dit is een openbare vergadering, dus ik veronderstel dat het document die opgemaakt is ook openbaar is. Dat de burgers dat ook, want ja, we krijgen toch wel, wij als raadsleden in gemate de vraag van hoe zit dat nu met die fusies? Met wie is het interessant? Ja, dat we dat ook kunnen staven van, kijk, Eeklo zou interessant zijn mochten we met die en die samen gaan, dat we die cijfers die jullie opgemaakt hebben daar ook kunnen voor gebruiken. Dat waren er nog 1 vraag. Ja, jullie hebben nu deze studie afgewerkt. Wat is de verdere functie van IDEA binnen het verhaal? Begeleiden jullie ook de gesprekken die politiek gevoerd worden? Of stopt jullie werk nu en doen jullie verder niks meer voor ons op dit vlak? Dank u wel. Oké, dank u wel, Gert-Jan. Wie gaat er beginnen met de antwoorden? Ofwel Bart, ofwel de burgemeester? Bart, ja. Ja, inderdaad, wat met Lievegem. Ja, je zou inderdaad scenario's kunnen blijven tekenen. En dan moet ik eerlijk zeggen, daar zijn we misschien een beetje inconsequent geweest. Want eigenlijk Maldegem hebben we bijgepakt, ondanks het feit dat eigenlijk het antwoord in Maldegem en Lievegem hetzelfde was. Dat het moment niet is. Hè. En toch hebben we van Maldegem, dat dan misschien met het vroegere 5b vooral gemaakt heb, dat ik plots zag opduiken, dat ik dacht, misschien moet ik toch nog een keer dat scenario ook doen. Maar je zou het inderdaad het voor Lievegem. Nu, ik moet eerlijk zeggen, als je puur in financiële termen zou het bekijken, maakt het weinig verschil. Het is ongeveer hetzelfde inwonersaantal. Dus, als je Lievegem bij de cluster Maldegem, Eeklo, Sint-Laurens, Kapreik, bij die een grote groep, de laatste, dat je naar een groter, hij kijkt dan naar Mark, zijn droom, een groter Eeklo-stad. Ja. Medeslandstad. Ja, maar puur ook in een draagkracht van inwoners en gemeenten. Lievegem en Maldegem zijn heel andere gemeenten dan de noordelijke gemeenten. Ja. Dat is, is duidelijk. Toch? Wel, voor Eeklo eigenlijk, ik weet niet of dat ik mag zeggen, interessanter. Ja, maar goed, als je puur op niveau van inwoners bekijkt, is dat een publiek met een hoger inkomen als je dat vergelijkt met de noordelijke gemeente. Hoewel Kapreik daar een afwijking van vormt, omwille van Lembeek enzovoort. Maar dat klopt. Dat zijn eigenlijk
gemeenten die economisch ja, natuurlijk meer diversiteit hebben dan dat je in het noorden vindt, dat is zeker zo. Ja, ja, er zitten gemeenten in diezelfde cluster van Eeklo met fusieplannen. Mm-hmm. Enfin, Oudenaarde zit er ook in, is mislukt. Dus dat gaat niet door, die fusie. Dat is nog maar recent hoor. En ze hebben het zichzelf natuurlijk aangedaan door dat bevraging te maken. Hè. Dus die bevraging is negatief, hè. Dus verwondert mij niks. Tongeren zit ook in die groep. Dus die zijn we nu eigenlijk in de fusie aan het begeleiden. Dus Tongeren gaat sowieso zorgen voor mininkomsten van Eeklo. Ja. Het noordelijk scenario is zeker een scenario. Dus als we presentaties geven of collega's van mij in Asseneden, is dat een scenario. Hè? Dus het noordelijk scenario is een scenario. Waar wij weliswaar van zeggen, goed, het heeft heel andere kenmerken dan de complementariteit die je met Eeklo. Dus als aan ons de vraag gesteld wordt, moet je dat in een rangorde zetten? Zouden wij eerder vanuit het perspectief van die gemeente, als je naar bestuurskracht kijkt, eerder die fusie met Eeklo aangaan? Maar je hebt gezien, er zijn verschillende criteria. Als men eigenlijk vindt dat identiteit en gelijk zijn enzovoort belangrijker is dan die complementariteit die je met Eeklo vindt, ja, dat gaan ze zelf over beslissen. Dan krijg je wat verhaal van Lievehem. Klopt, ja. Klopt. Ja, ook 7, 11, 6, dus ja, dat kan best zijn dat zij daar meer belang aan hechten. Maar dat ligt een beetje in hun handen. Kan ik eigenlijk weinig in hun hoofd kijken. En die andere dingen zijn, denk ik, leuk voor u. Over gesprekken gevoerd zijn, over cijfers openbaar worden gemaakt. Ja. De gesprekken met Maldenhem, Lievehem, Everhem zijn in die zin gevoerd. We kunnen eigenlijk maar spreken met mensen die, of met besturen die echt grenzen aan onze grens, aan Eeklo. Dus in die zin is Everhem geen rechtstreekse partner. Maar ik heb het gevoel, en ik heb ook de bevestiging gekregen onlangs nog een keer van de gemeenteraadsvoorzitter, die ik onlangs heb ontmoet, dat er in Everhem geen draagvlak is om tot fusies over te gaan. Ik heb daar nog met de burgemeester zelf niet over gesproken. Volgende week vrijdag zie ik hem. Dan zal ik het hem wel eens vragen. Maar aangezien dat het dus geen rechtstreekse partner kan zijn, is dat ook niet zo dringend om daar om nu een antwoord op te krijgen. Want Lievehem, die zijn heel formeel. De nieuwe burgemeester zegt, we zijn eigenlijk onze fusie die we tot nu toe hebben nog niet helemaal verteerd, of het staat nog niet helemaal op zijn punt. Dus we gaan nu zeker niet over op een nieuw scenario en een nieuwe fusie met om het even wie niet. Ik heb Maldenhem, de nieuwe burgemeester van Maldenhem, gebeld. Ik heb er ook mee afgesproken en ik heb van hem duidelijk gehoord dat geen enkele, maar dan ook geen enkele politieke partij in Maldenhem een draagvlak vindt om een fusie aan te gaan. Nog met Eeklo, nog met Aalter, met niemand. Vandaag is dit niet aan de orde, deze legislatuur is dit niet aan de orde. We spreken dus wel met onze andere buurgemeenten noordelijk, zijn de Kaprijke en Sint-Laurens. Kaprijke, dat gesprek heeft al plaatsgevonden. Het was een zeer constructief gesprek met een op één na voltallig geschreven college van Kaprijke. En u weet dat wij onze projectteam hebben voor de gesprekken te voeren. Dus die bestaat uit mezelf. Dus elke partij is vertegenwoordigd van de meerderheid. Bestaat uit mezelf, uit collega Koen en collega Hilde. Dus wij hebben het schipcollege van Kaprijke hier op de stadskantoor ontvangen. En daar ook de slides gebruikt zoals die zijn voorgesteld aan jullie. En die hebben we en dus ook heel goed besproken, de voor- en de nadelen besproken, en die gaan dat nu ook in overweging nemen. Ze zijn daar ook van plan in Kaprijke om een burgerpanel te gaan samenstellen. Dat was op vraag van de oppositie, had ik begrepen, waarbij zij een panel zouden samenstellen van evenveel gemeenteraadsleden dan Kaprijke telt, dus dat zijn er 17, die ook een mix zal zijn van een weerspiegeling van de inwoners van de bevolking van Kaprijke. De afspraak met Sint-Laurens, dat was wat een probleem rond verlofperiodes en dergelijke meer. Maar die is, als het me niet vergis, volgende week gepland. En dus dat gesprek zal dan ook gebeuren.
Dus dat is zo wat de stand van zaken van de gesprekken die tot nu toe zijn gebeurd. En, maar het is duidelijk dat wij zeker openstaan voor fusies, dat wij eigenlijk wel hele grote voorstander zijn van fusies vanuit het Schepencollege, maar denk ook vanuit de gemeenteraad. En dat deze studie echt wel aantoont dat fusioneren hoe dan ook een meerwaarde betekent voor de toekomst, voor de bestuurskracht en voor de slagkracht van een gemeentebestuur. Uw micro. Hebben we Asneden al geconsulteerd? Nee, dus om dezelfde reden dat het geen aanpalende gemeente is. Maar Asneden voert dus ook wel de gesprekken met Sint-Lorijns en Kaprijke. En ik heb ook wel al de burgemeester gehoord. Maar goed, als nog Kaprijke of nog Sint-Lorijns daarin meestappen, ja, dan komen wij helemaal niet in beeld. Dus, maar er is zeker wel relatie en gesprekken gaande tussen die drie gemeenten. Ook. Allee, dat is geen geheim, of dat is ook geen, moet nu ook niet naïef zijn, die drie zijn ook wel aan het praten. Oké, dank u wel. Zijn er nog vragen? Mark, ja, alsjeblieft. Maar, ja. Ik stel vast, tot mijn grote vreugde, dat iedereen die hier aanwezig is, unaniem pro-fusie is. Dat is een eerste vaststelling, dat is alle gerustigheid. Als je met een voltallige gemeenteraad daar achter dat project zou kunnen staan, dat is iets anders dan dat een Schepencollege dat alleen moet doen. Dat is één. Ten tweede, en ik heb tussen de lijn gehoord wat uw voorkeur is, Bart. Maldegem is zogezegd uitgesloten, maar ik heb u herhaalde malen horen zeggen dat de as Eeklo Maldegem zou een economisch fantastisch iets zijn, samen met die andere noordelijke gemeenten. Men zegt mij nu dat Maldegem niet bereid is. Ik hoor af en toe ook nog een keer andere geluiden. En ik zou toch willen aan toevoegen dat er toch actueel toch nog twee argumenten zijn die misschien niet in uw studie zitten. Ten eerste, en de schepen van Financiën kan mij tegenspreken, wij zijn in Eeklo bezig met de budgettaire oefening. We gaan de realiteit van deze oefening in de loop van de maand oktober, de resultaten daarvan kennen. We worden nu al gewaar dat we voor zeer moeilijke keuzes gaan staan. Dat die keuzes onvermijdelijk gaan zijn. Dat wil dus zeggen dat wij plannen en investeringen zullen moeten verdagen of niet kunnen aanpakken in deze legislatuur. Ik hoor hetzelfde geluid in andere gemeenten. Ik hoor hetzelfde geluid in Maldegem, waar men ook zeer nauwkeurig naar dat budget zit te kijken. Ik hoor hetzelfde in Kaprijke. Sint-Lorijns is mij minder bekend. Ik hoor nu hetzelfde ook in Asseneden, waar men dus voor diezelfde keuze staat. Natuurlijk, als iedereen op zichzelf zo blijft verder werken, dan is dat een probleem. Dat is een reden, denk ik, om ons ook samen aan tafel te gaan zetten. En om rationeel te gaan denken, niet emotioneel, maar rationeel te gaan denken over investeringen. Over diensten die we kunnen samenvoegen en die besparend zouden kunnen zijn. Over diensten die veel beter zouden kunnen werken als we fuseren. Dat is een actueel argument. Een ander actueel argument is, en ik heb dat vandaag aan de lijf ondervonden, dat is men is bezig met de regionalisering. Dus men heeft 15 regio's uitgetekend. Wij zullen als stadje, laat mij zo zeggen, in de grote regio Gent, die zich uitstrekt tot Wetteren en tot Nazareth, wij gaan ons plaats daar moeten inzoeken. En iedereen van deze gemeenten die hier aanwezig is, en de kleinste nog het meest, die gaan een plaats moeten zoeken en gaan hun stem moeten kunnen laten horen. En ik stel vast, ik heb het vandaag nog aan de lijf ondervonden, dat onze stem niet zwaar weegt ten opzichte van Gent. Dus de vraag is het niet mogelijk dat wij onze krachten bundelen op meetjesland of half meetjesland, zoals dit hier voorgesteld wordt, het noorden, krachten bundelen om daar met een grotere stem te kunnen meepraten als het gaat over regionale problemen. Ik denk dat het ook een argument is dat daarbij zou moeten in meegenomen worden. En dan tenslotte, en ik stop daarmee, tenslotte, ik heb altijd gevraagd, laat ons alstublieft een draaiboek maken. Een draaiboek maken, niet zomaar aan de toog gaan staan en of een telefoontje geven aan een burgemeester Papijzen. Gaat er meegaan of niet meegaan? Maar laat ons een draaiboek maken en aan de hand van dat draaiboek de voordelen die hier opgesomd zijn in deze fantastische studie, de voordelen daarvan gaan benadrukken. En gaan wij als goede huisvader dan toch geen harde poging doen
om de centen, want dat is toch ook niet onbelangrijk, hè? Als je 30 miljoen of 25 of 30 miljoen kunt krijgen, waarvan dat je weet dat je ze in de volgende legislatuur niet meer zult krijgen, zijn we dan een goede huisvader als we die laten liggen. Dus ik zou eigenlijk willen vragen aan diegenen die gemandateerd zijn om te gaan onderhandelen, om toch ook met die argumenten te gaan rekening houden en met een draaiboek, met alle aspecten die daarin vervat zijn, om te gaan praten op een ernstige manier met de schepencolleges rondom ons. Oké, dank u wel, Mark. Luc, wil jij daar nog op reageren? Ja. Dat is inderdaad niet nieuw. Hè. Niet alleen Eeklo zal zware budgettaire keuzes moeten maken. U zegt het, de andere gemeenten, de randgemeenten, de buurgemeenten, de andere gemeenten, gewoon overal in Vlaanderen zal keuzes moeten maken. Omwille van ja, de crisissen en de dergelijke die ons allemaal op ons afkomen. Dus dat is zeker niet nieuw, alleen voor Eeklo, maar voor iedereen. De rationele keuze, ja, dat is natuurlijk een sterkte voor de onderhandelingen vanuit Eeklo, om te zeggen van kijk, wanneer u fusioneert met Eeklo, en enkel wanneer Eeklo erbij is, zal die extra bonus die elk jaar structureel voorzien wordt, meespelen om de dienstverlening en de expertise binnen uw stad te kunnen, of binnen uw nieuwe gemeente zal dat dan zijn, of nieuwe stad, of dus in de nieuwe gemeente kunnen gebruiken. Dus die extra centen die jaarlijks en structureel voorzien worden, en hoe groter je wordt, hoe groter dit ook dat bedrag wordt, dit is zeer aanzienlijk en kan uw dienstverlening zeker te goede komen. Daar zijn elk bestuur is ervan overtuigd. Maar allee, ik heb het ook gehoord en ik voel dat genoeg wanneer er gesprekken zijn. Er is moet een politieke keuze gebeuren en die politieke keuze is ook met emoties gemoeid, gepaard. En allee, ik voel dat genoeg aan, dat is zo. We moeten ook eerlijk zijn, Eeklo is zeker een waardige partner, maar ook niet de meest geëerde partner van onze buurgemeenten. We moeten dat ook durven toegeven, of we moeten dat ook vaststellen, dat er altijd zo'n soort van een argwaan is naar Eeklo toe, omwille van bepaalde dienstverlening of bepaalde zaken die hier in Eeklo zich voordoen. Het is altijd van, we willen wel fusioneren, maar ja, pas op, toch zeker niet met Eeklo. Terwijl dat elke buurgemeente wel overtuigd is, van hetgeen dat ook in de cijfers is voorgekomen, Eeklo echt wel een centrumfunctie heeft voor deze noorderburen. Voor wat betreft ziekenhuis, dus gezondheidszorg, voor onderwijs, voor mobiliteit en dergelijke meer. Dus die overtuiging is er ook wel, maar toch is er altijd zo'n, ja, toch een bepaalde schrik over het, ja, waarschijnlijk het te min voelen of in de hoek gedrumd te worden tegenover het grotere Eeklo. Maar in alle eerlijkheid, de gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd, stellen we ons zeer, dat is ook een vraag geweest die daar juist is gekomen, zeer neutraal op. Zeker niet om te zeggen van wij zijn niet de grote en jullie moeten allemaal naar ons gaan luisteren. Zo stellen we ons zeker niet op. We zijn gelijkwaardige partners en we moeten ons ook op die manier aanbieden. En ik ben er ook van overtuigd dat wij uiteindelijk ook maar gelijkwaardige partners zijn, ondanks het feit dat wij een zeer goede dienstverlening hebben. De regionalisering, de regio Gent, dat is waar, dat is een heel groot gebied en daarin zal elke deelgemeente die daar, of elke gemeente die daar deel van uitmaakt, zal daar zijn input hebben. En uiteraard, hoe kleiner je bent, hoe minder naar u zal geluisterd worden. Dus zeker een argument om mee te nemen, maar die ook in de gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd al gebruikt zijn, om dus die slagkracht waar we het over hebben, die slagkracht gewoon te verhogen en op die manier uw stem ook beter te kunnen gaan verdedigen. Het draaiboek, er is er ook al over gesproken tussen de burgemeesters alleen, of onder de burgemeesters, maar het draaiboek, we hebben altijd gezegd, we zullen eerst de studie afwachten en uiteindelijk is die studie ook al een stuk draaiboek waarin dat u de sterktes en de zwaktes duidelijk ziet en de voor- en de nadelen van een fusie die er al of niet komt. Maar om te besluiten of om af te ronden, het is en blijft een heel gemakkelijk verhaal. Eeklo is zeker bereid, en ik ben ook blij dat unaniem kan zijn vanuit de gemeenteraad om die fusies te blijven ondersteunen. De andere gemeenten zijn eigenlijk ook wel overtuigd dat fusie een goede stap in de goede richting is.
Maar met wie, daar zijn zeker elke gemeente nog niet over uit. En ik heb al gezegd, Eeklo ligt op dat vlak niet de als meest gegeerde partner, maar wel de partner die op vlak van fusies dan zeker de financiële bonus geeft, structureel de voordelen van de dienstverlening en de slagkracht en de expertise die voor de bevolking in de nieuwe gemeente zeker te goede zou komen. Dus ik blijf hopen dat een fusie bespreekbaar blijft en ook zal kunnen gerealiseerd worden, maar ben ook realistisch en het verhaal dat helemaal niks wordt, sluit ik ook niet uit. Maar allez, ik ga er in ieder geval samen met de partners hard aan werken om het toch tot de fusie te komen zoals hier ook hard is bepleit. Oké, dank u wel. Zijn er nog tussenkomsten? Michel, ja? Sorry. Ja. Maar nog een vraagje. Nu met het vervolg te horen, als er een politiek akkoord is, is het dan gebeurd? Of moet dat nog bekrachtigd worden, waarschijnlijk, of zeker door de gemeenteraad, neem ik aan? Of moet er nog een stap meer gezet worden? Ja. Het is geen onderontje. Nee. De gemeenteraden bekrachtigen dus de akkoorden die er gemaakt worden tussen verschillende gemeenten. En dan is de fusie, wordt het een feit? Of kan ze uitgevoerd worden? Zo? Ik denk dat Bart de procedure beter kan uitleggen dan ik. Ah. Maar het is uiteraard zo dat niet de drie onderhandelaars in ons geval gaan zeggen van de fusie gaat door en nu gaat iedereen akkoord. Nee, het zal ook een beslissing zijn van de gemeenteraad. En dan moet er ook een intentieverklaring gebeuren en dergelijke meer. Dus dan moet dat ook door de Vlaamse overheid goedgekeurd worden. En we hebben ons eigenlijk ook geëngageerd om dit jaar af te ronden. En als er dit jaar geen fusie zou zijn of geen akkoord te vinden zijn, dan denk ik wordt de tijd ook te kort om nog fusies te gaan forceren in het laatste jaar waarbinnen de aanvragen moeten binnen zijn. Hè. Maar we gaan er toch vanuit dat we dit jaar moeten kunnen landen, het zij in een fusie, het zij zonder fusie. Oké, dank u wel. Ja, Bart? Misschien nog heel kort aanvullen. Hè. Dus het fusiebesluit is een van de Vlaamse regering. Hè. Dus uiteindelijk finaal moeten zij akkoord zijn. Maar goed, zij zijn akkoord. Als eigenlijk de gemeenteraad twee beslissingen neemt, dus het werkt in twee stappen, moet eerst een principiële beslissing nemen tot fusie. En dat wordt meestal tamelijk vooraan in het traject. Dus als jullie nu de komende maanden bij wijze van spreken twee gemeenten vinden die zeggen we willen dit doen, dan wordt in elke gemeenteraad van die drie gemeenten een principiële beslissing genomen. En dan kan het verder gaan. En finaal moet je voor eind 23, dus 24 is het laatste jaar van de legislatuur met ook de verkiezing, moet dus voor eind 23 een principiële, dat is de tweede beslissing. En telkens ook weer de drie gemeenteraden, of de twee, nagelang de fusie, die zich bereid verklaren om dan de definitieve beslissing tot fusie. Dan gaat in dat laatste jaar de Vlaamse regering akkoord daarmee en kan op 1 januari de nieuwe gemeente starten. Maar op die tweede keer, of? Wel, eigenlijk voor een stukje. Ja, het is om. Ja, het is echt. Ah ja, doe maar zo. We kunnen er dan over denken. Ja, in principe kun je tussen die twee beslissingen nog intrekken. Hè. Dus het is maar de definitieve beslissing die bindend is. Maar ik denk dat men die voorlopige beslissing in het leven geroepen heeft, of toch een klein beetje zekerheid te geven. Allee, want dan begint je wel serieus te investeren met die organisatie in die fusie. Allee, dat er toch een minimum akkoord is in die drie raden van gaan dit ernstig doen. Dat is de bedoeling van die principiële beslissingen. Oké. Zijn er nog vragen of opmerkingen? Een klein vraagje, ja? Voorzitter. Die vraag heeft Bart niet beantwoord. Stel dat wij vaststellen dat het niet lukt, kunnen wij dan beroepen op u als intendant om te trachten de plooien glad te strijken? Ja. Graag, Mark. Maar misschien kan ik u nog een goedkoper alternatief aanreiken. Hoewel dat wij natuurlijk prijskwaliteit. Onovertroffen zijn. Nee, ja. als ik hier nu een suggestie daar rond mag doen. De figuur van de gouverneur is natuurlijk altijd inzetbaar. Hè. En dat zijn gezagsfiguren die je moet gebruiken. Hè.
dat kost u geen centen. En dat zijn mensen die natuurlijk op een andere manier binnenkomen dan ik ga binnenkomen of jullie gaan binnenkomen. Dus maar dat kan een tip zijn. Ja. Maar ook vanuit ABB is er ondersteuning mogelijk. Oké. Okay. Zijn we rond? Ja. Ik wil zelf eigenlijk nog iets zeggen in verband met die financiën. Alleen, ik vind het altijd een beetje moeilijk dat die financiële wortel, die wordt voorgehouden, dat dat het belangrijkste criterium lijkt te zijn. Nee, lijkt te zijn. En dat de rest ook zo belangrijk is om mee te nemen in gesprekken. Die slagkracht, dat is, Gina Mark ook zei, met één belangrijker, groter stem spreken ten opzichte van de grote waar we tussen zitten, is toch wel belangrijk, want ja, dat financiële, sorry, maar het is allemaal belastinggeld, en zal iemand moeten ophoesten. Als wij zoveel miljoenen binnenkrijgen, zijn dat er zoveel die weggaan in Vlaanderen, en om een duur, ja, zal Vlaanderen zeggen, jongens, om niet nog wat centen extra moeten hebben. Dus het is altijd dezelfde portemonnee. Dat komt uiteindelijk. Hè. En hè, dat is een beetje... Allee, dat is zoiets wat aan bij mij een beetje wringt. Dus ik hoop dat inderdaad die andere criteria en de dingen die zo belangrijk zijn, die schaaloptimalisatie, zoals men het noemt, dat dat toch het allerbelangrijkste is. Want de rest ja, zal vroeg of laat een vestzak broekzakoperatie worden. Hè. Dat is zo... Moet jij nog iets zeggen, Luc? De financiële bonus is uiteraard een troef die, waarmee we kunnen uitpakken. Hè. Maar ik heb ook duidelijk aangegeven, de slagkracht, de bestuurskracht, de dienstverlening naar de bevolking, de expertise binnen uw administratie, dat dit zeker en vooral moet kunnen... Of die centen zeker en vooral moeten kunnen gebruikt worden om daarop in te zetten, zodanig dat de bevolking van een al of niet nieuwe gemeente, hoe groot ze ook mag zijn, niet het slachtoffer wordt van de vergroting, maar dat zij beter gediend worden, nog correcter gediend worden, op een kortere periode, met experten die hen de uitleg kunnen verschaffen, en de dienstverlening die op het algemeen beter of nog beter zou moeten kunnen zijn met die financiële bonus die daaraan gekoppeld is. Maar uiteindelijk is dan een troef die we hebben, die elke gemeente die binnen de nieuwe fusiegemeente zou functioneren, voordelen moet uithalen, en die niet alleen voor Eeklo zou zijn, ook niet in geval van een fusie met Eeklo, Sint-Lorijns en Kaprijke voor hen zal zijn, maar voor de nieuwe gemeente zal zijn, te voordelen van de bevolking en voor hun dienstverlening. Oké. Dank u wel. Dan denk ik dat we rond zijn voor vanavond. Iedereen... Ah, Bart wou nog reageren. Moet je dit wel zien, samen met de eerste studie. Want wat u nu vertelt, de voordelen van fusie, maar ook beperkingen waar je rekening moet mee houden, zit eigenlijk heel nadrukkelijk verwerkt in dat eerste gedeelte. Dat wordt veel meer inderdaad dienstverlening, beleid, interne organisatie, met telkens daar binnen de potentiële voordelen. Want ze zijn nooit verworven. Hè. Nee. Dus in een fusie, ja... opent zich veel perspectief in voor de, maar als je niet op stuurt en op managed, gaat je het ook niet realiseren. Nee. Maar die worden daar vrij goed in beeld gebracht, dus we moeten wel de twee eigenlijk samen zien. Oké, dank u wel. Iedereen bedankt voor de aanwezigheid. Bedankt Bart voor uw deskundige uitleg. Hè. Bedankt ook aan de technici. En het is benieuwd, dus we gaan naar huis. Goedenavond iedereen.